Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van mostcuties.nl. Vandaag maak ik deze gummy set om zelf deze girly lollipops te maken. Hij lijkt me heel erg leuk. Hij is verkrijgbaar op mostcuties.nl. Je hebt bij deze set een magnetron nodig en als extra ingrediënt ook een beetje melk. Naast wat water en een schaar. Dus ik ga aan de slag. In het pakketje zitten twee verschillende malletjes. Twee lollipopstokjes en een pincetje. En drie verschillende zakjes. Ik heb even een mokje gepakt. Dat mokje moet in de magnetron kunnen. Daar doe ik een beetje water bij. Zo, precies dit bakje vol. En daar doe ik de inhoud van het bruine zakje bij. Als je het goed hebt doorgeroerd, dan doe je dit in de magnetron 20 seconden op 500 watt, zonder lepel. Nou, dit bruine mengsel ga ik op de helft van deze mal gebruiken. Dat staat ook op de verpakking. Je moet gewoon de haren, de ogen en deze twee dingetjes. Deze moeten allemaal bruin. Dit is gelukt en nu ga ik met het roze zakje precies hetzelfde doen. Dus ik doe het poeder erin. Een bakje water erbij. En nu in de magnetron 20 seconden op 500 watt. En met dit rode mengsel ga ik alle overige figuurtjes in de mal vullen. Zo, nu is de helemaal gevuld en deze zet ik eventjes aan de kant. Nu pak ik het zakje met het oranje hoofdje erop. Dat doe ik in de mok, die heb ik weer even schoongemaakt. En hier doe ik twee schepjes melk bij. Nou, als je dit gekke papje goed hebt doorgeroerd, doe je dit ook in de magnetron. 40 seconden op 500 watt. Als je mengsel uit de magnetron is, dan pak je het malletje met de hoofdjes erbij. Daar leg je de twee stokjes in met het hartje naar de onderkant. En vervolgens vul je de vormpjes met het mengsel. Dit zet je heel voorzichtig in de koelkast, want volgens mij zijn die stokjes nog best wiebelig. Voor ongeveer 1,5 uur. Oké, deze hoofdjes komen uit de koelkast. 1,5 uur hebben ze erin gezeten en ze zijn helemaal jelly. En wat ik heel grappig vind, is dit grappige piestekentje. We gaan straks zien of ik dat beter kan laten zien. Ik ga ze eerst voorzichtig uitwippen. Wow, deze zijn echt jelly.
Zo, twee hoofdjes. En deze kun je helemaal gaan bekleden met alle leuke figuurtjes die je hebt gemaakt in het andere malletje. Eventueel kun je met een pincetje nog een beetje verplaatsen als je dat makkelijk vindt. Dit zijn ze geworden. Echt super grappig. Je kunt ze helemaal zelf designen en helemaal naar smaak maken. Ik vond deze heel erg leuk. En nu is het tijd om te gaan proeven. Oké, welke wil jij? Wil jij die op mij lijkt? Ga je die opeten? Ja, ik ga deze doen. Oké. Maar ik ben wel een beetje verkouden, dus ik weet niet of ik het helemaal proef. Maar ik ga mijn best doen. Maar het is zo jelly. Echt al die figuurtjes. Ik vind het knap dat je een stakje blijft zitten. Ja. Want Oké. Okay. Ja, dat stelt in het scherm. Oké. Okay. Nou, we gaan weer proosten. Proost. Oeh. De smaak is goed, maar dit is echt mega gummy. Ik kan echt niet geloven dat je dit kan maken. Dat is aardbei, dat proef ik wel, maar dat andere, pudding, het zwarte wat erop zit, ja. Wat is het wel? Ja. Nou, ik vind wel, is het lekker? Het is wel oké, okay, maar er zit niet heel erg veel smaak aan. Nee. Dus je denkt niet, want het, kijk, de smaak is gewoon goed, prima, ja, gewoon een beetje fruitig, maar het is heel vlak. Vlakke smaak. Heel zo, vlak? Ja. Dat moet ik voor zeggen. Vet leuk bedacht. Ja, het is heel leuk om te maken. En wel een beetje geduld nodig. Ja, ik vind het wel een leuke set eigenlijk. Ik vind hem heel leuk. Ja. En dat had ik niet verwacht. Ik dacht, dit is een beetje zo tussenin. Ja. Maar hij is heel leuk. Maar voor de smaak... Ja, de smaak is, is heel normaal. Heel niet mega zoet, mega, het is niet de sensatie. Niet de sensatie. Gezondheid. Ja, dank je. Nou. Ik kom wel uit. Deze gummy head. Ik ben zit er helemaal klaar voor. Oh, nou, deze gummy set was super leuk om te maken. Magnetron, melk, water, kopjes en je moest best wel veel doen. Ja. Maar het was wel echt heel erg leuk om te doen. De smaak is geen sensatie. Het is een beetje vlak, maar het is wel oké. Okay. Maar ik vind hem echt super leuk bedacht. En het is weer wat anders. Eerst dacht ik, wat een kliederboel. Want ik dacht, hoe ga ik nou met het lepeltje die kleine figuurtjes allemaal vullen. Maar als je een heel klein beetje op je lepeltje doet, dan wordt het echt super goed. En dan lukt het eigenlijk prima. Ik kun ze er ook heel makkelijk uithalen. Dus... Ja, dat was deze set. Ja. Ik vond hem heel erg leuk. Je kunt hem ook winnen. Ja? Ja. We gaan weer, we doen het weer dat je kunt winnen. Dus, je kunt een week lang een reactie achterlaten onder deze video. Laat je even weten dat je meedoet. Maar je zorgt ook dat je geabonneerd bent op dit kanaal. En dat je de video een duimpje omhoog hebt gegeven. En, nou, dat leg ik nog eventjes uit in de beschrijving hieronder. Dan kun je het nog even nalezen. En dan zie je ook de datum tot wanneer je mee kunt doen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.